het, nee, ik was aan het juichen. Oh. Dus zo, oh joh, wat doen, niet volgens mij. Wow. Min ninja. Ja, oké, okay, het klonk misschien een beetje, wat ho! Als er op de Wii U één grote hit was, dan was dat wel Splatoon. En nu is het natuurlijk niet gek om te denken, Nintendo komt met een nieuwe console, dan nemen we ook onze grootste hit mee. En dus geschieden Splatoon 2 en Peter is mee aan de slag gegaan. Peter, wat is er allemaal nieuw in de tweede generatie van Splatoon? Niet zo heel veel, behalve allemaal nieuwe mappen en nieuwe wapens. Dat is het eigenlijk. Dus in wezen is Splatoon een beetje net zoals Super Mario Kart 8 Deluxe, een beetje... Is dit Splatoon Deluxe? Nee, ja, weet je, dan is elke kot ook kot 1 Deluxe. Kot 1 Deluxe. Dan zijn we inmiddels heel ver Deluxe. Nee, dat zou flauw zijn. Ja, weet je, misschien wel. Het zou zonde zijn, kijk, de Wii U heeft niet gedaan wat het moest doen, daar zijn we allemaal eerlijk over. Splatoon was het succesverhaal van de Wii U, samen met Super Mario Maker vind ik de twee... grootste vernieuwende titel. Nee, Splatoon wel echt meer. Want Splatoon pakte het volwassen concept van een shooter en bewees voor het eerst dat je een shooter kindvriendelijk kan maken zonder dat het leem is voor volwassenen. Want ik vond Splatoon echt super lekker spelen en ik had niet zoiets van ik wil weer terug naar een AK-47, weet je wel. Dat was niet het geval. Nee, ik wilde bij Mario Maker ook niet terug naar een AK-47. Nee. Ook dat een leuk spelletje. Dat doet het niet met je. Nee, maar Splatoon. Hartstikke goed dat ze die gelijk naar de Switch brengen. En het is Splatoon 2, dat betekent hetzelfde concept, dezelfde graphics, nieuwe wapens, nieuwe gadgets, nieuwe mappen. Maar wat is er dan, noemen ze een nieuw wapen of zo? Ja, wat gaat nou echt de gameplay veranderen? Ja, de Splash Charger, de Sniper Rifle. Sniper Rifle, het is net een Kal 90 of zo, maar dan in verf. Alleen te bekijken, kijk, in Splatoon is het eigenlijk de bedoeling dat je de map vol spuit. Dat is eigenlijk de bedoeling. Klinkt lekker, maar ja. Belangrijker dan je tegenstanders kapot schieten. Behalve met de sniper, want die heeft niet zo heel veel te doen met verf. Want er gaat een heel klein squidje verf uit. Ja. Plus en die moet je eerst heel lang opladen. Je moet hem opladen inderdaad en dan in één keer gaat het los. Maar hij gaat wel hard dus, en ver. Hij gaat wel hard en ver. Dus je moet die vooral gebruiken als je echt een goede shooter guy bent. Je wil gewoon je kills maken. Dan moet je echt de sniper pakken, richten, bam! 360 no-scope! Ja, 360 no-scope. Het kan gewoon voor het eerst. En dat is wel vet. En de andere was de dualies, de Splash Dualies. En dat is gewoon een dual gun. Dan kun je met twee guns schieten. Oh, een beetje Gatling idee van takka. Ja, absoluut. Ja. En dat vond ik niet zo heel vernieuwd, maar wel grappig. Een leuke variatie. Je kan wat minder makkelijk richten met die twee. Maar wel, lekker makkelijk. Want je kan met twee dingen kun je de grond splashen. Ja, dus twee keer zoveel kaliber eigenlijk. Ja, en ik weet niet of mensen onlangs uit de oude gamedoos hebben gezien. Maar die ging over Super Mario Sunshine. En in Super Mario Sunshine zat een... Jetpack. Je kon vliegen met je nozzel. En dan spoelde je met water. Water naar de grond en dan ging je omhoog. Dat zit nu ook in Splatoon. Maar dan met verf. Hoe vet is dat? Call it. Ja, dat is heel tof. Is wel vet, want Splatoon had natuurlijk wel heel veel dingetjes waar het iets uitgebreider werd. Maar nu doen ze gewoon nog een smak erbovenop. En dat is ook niet gek. Nee, absoluut niet gek. En het speelt heerlijk weg. En, altijd. Het is ook de gyroscoop. Ja, je kunt bewegen. Ja, maar dat zit ook in de gewone Pro-controller. Dus je gaat hem nog steeds niet als COD spelen. Je gaat hem echt nog wel met je motion spelen. Maar in Splatoon werkt dat heel fijn. Ja, maar je zegt ook de gewone Pro-controller. Maar dat is dus de controller die je er voor €70 bij moet kopen. Ja, precies die. Maar ja, dat is waar. Maar dus je moet nog wel zo sturen ook. Dus dat is nog niet helemaal eruit. Dat was op zich wel fijn. Ja, dat had wel iets. Werkt hartstikke goed en dan geeft het zijn eigen swoon. Ja, dat wel. Zijn eigen splash swoon. Ja. Nou goed, Splatoon, check de review straks als de Switch uitkomt voor alle nieuwe mappen en alle nieuwe features. Maar dit was alvast de tip of the iceberg van Splatoon 2. De eerste e-sport voor de Nintendo Switch. Ja, met allemaal stoere Aziaten in een heel groot stadion. Wow! Ja, ik speelde even... Het zijn niet allemaal ninja's, hè? Wat deed jij dan? Ik was aan het juichen. Oh. Zo, oh joh, wat doen, niet volgens mij. Min ninja. Ja, oké, okay, het klonk misschien een beetje, wat ho!